lief YouTube kijkers, vloggers, medevloggers. Het is vandaag 12/10/2018. Het is nu 10:46. En welkom bij deze gloednieuwe vlog van vlog 310 alweer. Het 310. Ja. Ja. Het is dan, wat ik al zei, 12 oktober, maar deze vlog die komt pas 1 november online. Dat komt daar niet aan. Deze vlog komt dus 1 november online. Ja. 1 november. Ja. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Beste dagboek buikwandcorrectie vlog. Ja. Deel 2. Ja. Altijd deel 2 van online. We hebben al een datum, dat is dus sowieso 19 oktober. Vandaag gaan we dus naar de arts. Oh, ik word gebeld. Geduld. Ja, ik kreeg eventjes een belangrijk telefoontje tussendoor, dus die moest ik even opnemen. Dus ik schakel gewoon weer even in. Ja. Wat ik dus net al zei, 19 oktober gaat gewoon. Lekker hoor. Gaat hij lekker vloggen samen met mijn mama? Vindt hij helemaal niet leuk? Dan, en dan is meneer alleen thuis. Vindt hij ook helemaal niet leuk. Maar gewoon alles mee, opladen mee, misschien lekker oortjes mee, misschien lekker pillen als ik een beetje wakker ben. Maar gekkigheid op een stokkie. Vandaag hebben we dus een afspraak met de arts. Die wil me even zien. Dat is om 2:30. Dus. Ik weet niet of ik de camera meeneem. Ik denk het wel. Maar dan moet hij even aan de opladen. Dus dan moet Rodi zo meteen even meenemen naar school weer. Dan moet hij dat even in mijn tas doen. Dus dat komt wel weer helemaal goed. En dan houden we jullie op sowieso op de hoogte. Als we dus het ziekenhuis uit zijn. Of dat we eventjes ergens een pakje doen. Dus. Of dat we weer thuis zijn. Dat ik misschien wat rustiger ben. Of wat dan ook. Dus ik hou jullie sowieso op de hoogte. Dus blijf kijken. Wat leuk. Wat spannend. Wat grappig. Denk je dat? Nee, ik had even net een veel kleine puntje. Want de hoogkant is ja, leuk. Want dat is voor jou ding. Maar misschien even afknippen. Nee, doe ik niet. Nee. Ik heb weer niet. Nee. Maar vandaag hebben we dus een afspraak bij de arts om 2:30. Dus jullie krijgen het door van de man en wat. En volgende week woensdag krijg ik een telefoontje. Dat heb ik ook gehoord vandaag, gisteren. Ja, dan krijg ik dus de datum te horen. Dus, wat spannend. Dus ik ga nu eerst even mijn haar even fatsoeneren. Mijn camera even op de oplader. En dan mag Ro deze weer zo meteen weer meenemen. Niet vergeten. En dan moet ik als rapido naar school. Want ik moet allemaal maar even wezen. Tot straks. Ik zal mama zo meteen bellen of ze dus weer een deel 2 wil maken. Ja. Kijk, er is nu wel duidelijkheid over. Kijk, het technische deel, dat is nu allemaal duidelijk. Van hoe zit het allemaal in elkaar? Wat gaat er gebeuren? Je krijgt een aantal drains in om het wondvocht af te voeren. En die moeten gewisseld, ververst, schoongemaakt worden, weet ik het. Dus eruit gaat een nieuwe drain terug schoonen. Wie moet dat gaan doen? Dus er komen allemaal vragen. Van hoe? Na de operatie om te gaan met jou. Want jij kan alleen maar eigenlijk bed liggen de eerste 3 dagen volgens mij. Ja, ongeveer. En als jij wakker bent, dan wil jij graag iets te doen hebben. Mm-hmm. Dat geeft natuurlijk ook weer de nodige puzzelstukjes op. En van nou, hoe zit het dan met werken? Nee, maar je kan wel. Je kan wel verlof aanvragen omdat je mij eventjes op dat moment even 1,5 week moet ondersteunen. Ja, dat kan. Dat zijn allemaal dingen die moeten geregeld worden ineens. Ja, een hele goede.
ga zo lekker weer naar bed. Vond je deze vlog nog leuk, dan zou ik zeggen, doe je bekende duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal, dat zouden we onwijs leuk vinden. En laat er even een leuke reactie achter. Dat zou ik zeggen, dankjewel en tot morgen.